Dit zijn een van de momenten dat het zo mistig is en zo stil, dat ik mijn plek het meeste waardeer. Dat klinkt misschien gek, want ja, het is mistig, dus je ziet niet zoveel. Maar juist dat, dat het nu zo mistig is, dat ik eigenlijk alleen maar de lijn van mijn eigen terrein kan zien. Dus overal zie je alleen maar mijn eigen terrein. En dat is zo raar, want ik hoor dus niks van de buitenwereld. Ik zie niks van de buitenwereld. En het enige wat ik zie is mijn boerderij. En dat is best wel gek. Dat is best wel gek. Maar dat is ook heel vet. Dat zijn echt van die momenten dat ik denk van, ja, ik zit hier in een soort van prachtig, prachtig klein aquarium in deze grote wereld. Waar niets mij kan storen. Want ik heb hier alles wat ik nodig heb. Dit zijn echt de momenten waar ik dit heel erg kan waarderen. En dat eenzame, ik ben niet eenzaam, maar dat je helemaal alleen kan zijn op je eigen terrein. Dat is zo gek en zo mooi. Ja, dat zijn de momenten waarop ik dit het meeste kan waarderen. Waarbij ik echt denk van, wauw. Ja, heel vet. Heel erg mooi. Zo, we zijn hier nu in het voedselbos. En zoals je ook kunt zien, ligt hier een heleboel materiaal. Ik heb het meeste blad van mijn terrein, van de grote bomen, heb ik nu hier zo neergelegd. En allemaal houtsnippers. Dus dit heeft weer een mooie verse start voor volgend jaar. Wat hier nou het voordeel van is, niet alleen bouwen de houtsnippers en de bladeren mycelium op in de grond. Omdat dat meer houtachtig gewas is en de hout mycelium meer van. Daarbij ook nog eens een keer zorgt ervoor dat er extra vocht in de bodem blijft. En doordat er meer vocht in de bodem blijft, groeit er weer meer beplanting. En dat vult dan weer automatisch volgend jaar de biomassa aan, waardoor je dus door dit één keer te doen al een heel goed resultaat hebt. Maar dit blijf ik waarschijnlijk wel 2 of 3 jaar achter elkaar doen zo. Grote voordeel daarvan is dus dat de bomen beter gaan groeien.
Dus daar krijg je weer meer mycelium van. Die stoten meer glucose in de grond af. En daarbij groeit er ook nog eens meer gras en andere soorten kruiden. Die ook weer meer in de bodem teruggeven. En zo blijf je, zo creëer je een soort van, ja, een opwaartse spiraal, zeg maar. Je gaat steeds meer toevoegen en er komen steeds meer planten. Steeds meer planten zorgen voor meer vruchtbaarheid zorgt voor nog meer planten. En zo blijft het een beetje doorgaan totdat alles goed groeit hier zo. Dus ik hoop dat er volgend jaar een goed verschil is. Want het is hier echt ontzettend droog. Maar ik hoop dat dit al een heleboel doet. En dit blijven we gewoon een paar jaar doen. En uiteindelijk ga ik heel veel bladeren gewoon mulchen tot compost. Maar nu kan dat hier mooi hier. En anders blijf ik gewoon toevoegen hier zo de komende jaren. En dan uiteindelijk wordt dit een mooi stuk grond. Zo, we hebben hier onze Ribes. En deze die heeft ja, nogal wat te lijden gehad. Hij staat dit jaar weer zo vol met fruit dat hij helemaal omhing. Maar het was dit jaar nou zo erg dat omdat er ook heel weinig vocht was, dat hij gewoon helemaal tot op de grond kwam. Er waren echt nog maar een paar staken die omhoog gingen. Dus we gaan hem snoeien. We gaan er een stuk van afhalen. We gaan hem ook stutten. Dus we gaan er wat onder doen, zodat hij omhoog blijft staan. En dan gaan we even zien wat er gebeurt volgend jaar. Maar in ieder geval, we gaan een heleboel onderste takken gaan we eraf halen. En het mooie daarvan is, die kunnen we gewoon stekken. Dus die gaan we gewoon allemaal ook heel netjes weer stekken. Vorig jaar heb ik ook een heleboel gestekt. Maar door de droogte zijn er een heleboel gewoon niet goed gegaan. En sommige soortjes zijn gewoon wat lastiger stekken als je ze afknipt en in de grond drukt. Dus vorig jaar was ik ook net iets te vroeg, denk ik. Dus we gaan het gewoon dit jaar weer nog een keer doen. Het scheelt dat deze planten toch redelijk verwaarloosd zijn door de vorige eigenaar. Dus we kunnen ze gewoon door blijven stekken en dan gewoon onderhouden elk jaar een beetje. Niet te veel snoeien, dat is wel belangrijk. Als je te veel snoeit, dan krijgen ze heel veel waterlot. En waterlot is een reactie van de plant. Dat als het te veel afbreekt, dat hij heel snel heel veel scheuten maakt. En op die scheuten er komen geen fruit. Het is meer een soort van herstelproces van de plant. Waar fruitbomen heel veel last van hebben. Maar eigenlijk hebben alle bomen daar last van. Alle planten zelfs. Die hebben gewoon een reactie van: oh shit, ik mis mijn fotosynthese. Ik moet snel dat herstellen. Dus ik moet heel snel onproductieve takken groeien. Dus het zijn gewoon takken die alleen maar fotosynthese doen en eigenlijk zo goed als geen fruit dragen. Dus ja, hier gaan we dan mee bezig. En we gaan hier weer een beetje proberen een fatsoenlijke struik van te maken en we gaan hier stekken van maken. Goed, nou hebben we dus vrij veel vooral veel takken hier zo. Meer moet ik er ook niet vanaf gaan knippen, want dan gaat het niet goed. Maar we hebben hier dus meerdere grote takken. Wat we nou proberen gaan te doen, is om de takken die iets dikker zijn, dus dit ongeveer, die gaan we nog een keer afknippen. Die knippen we redelijk laag af. Zo. Beetje schuin. Knippen we ze af. Zoals je hier wel kunt zien. En die houden we apart. Zo, daar gaan we overal een beetje mee doen. Deze doen we halverwege. Zo. Knip ook weer zo af. En als we deze dan hebben. Zo. Dat is het idee. Dat is meer dan genoeg. Dit is de stek. Dan hebben we van één tak hebben we meerdere stekken gemaakt. Ze gaan het toch niet allemaal doen. Dus
Dan kunnen we net zo goed een heleboel gaan maken. Zo, en dan gaan we nu ook nog van meerdere bessen en struiken nog even wat stekken nemen. Goed, er zijn natuurlijk nog meer manieren om te stekken. Zo zien we hier een ribessoortje van een cultivar is, maar deze is wat moeilijker te stekken. En deze kun je niet gewoon door af te knippen en in de grond te zetten stekken. Wat we gaan dus doen is afdekken met deze. Hij heeft een paar hele lange sprieten die mooie nieuwe plantjes kunnen worden. Dus we hebben een takje met een haakje eraan. En deze gaan we dus onder de grond duwen. Heel voorzichtig natuurlijk, niet dat hij afknapt. En als we hem onder de grond geduwd hebben met een gedeelte van de tak, dan doen we een takje eraan dat hij zo blijft. En ik kan het beter doen dan uitleggen. Maar het is vrij simpel. Ribestakken zijn over het algemeen vrij flexibel. Ik heb hier allemaal houtsnippers. Daar groeit het ook prima in overigens. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Zo. En dan doen we deze in de grond. Zo. Dan misschien moet deze ietsjes korter. Deze doen we in de grond. Drukken we er ver in. Dat hij mooi blijft haken. Zo. Blijf je haken. Ja, denk het wel. En dan gooien we gewoon weer houtsnippertjes en aarde en noem maar op. Gooien we er overheen. Zo. En dit laten we gewoon zo groeien. En dan gaat hij automatisch verder. En dan schiet hij wortel. En dan hebben we volgend jaar hebben we hier een vet mooie kleine stek. Voor witte herplanten. Steken we hem gewoon hier af. En dan kan deze weer verder groeien. Kan deze ook weer verder groeien. En zo hebben we gelijk een nieuwe plant. Vrij simpel, maar werkt echt heel erg goed met als ribessen zich niet zo goed op door takken te laten vermeerderen. Maar door gewoon af te dekken. Simpele methode en werkt fantastisch. Zo, en door de verbouwing van de kas zijn hier wat wilde kersenboompjes gesneuveld. Dat is jammer, maar dat brengt ook weer de mogelijkheid met zich mee om nieuwe appelstekken te maken van appelboompjes. En ook nog een perenboompje. Dus we hebben wat stekjes hier zo. We gaan het op een andere manier doen zoals vorig jaar. Dan ga ik je laten zien hoe we het nou gaan doen. Eerst gaan we even dit lelijke er allemaal afhalen. Takjes snoeien we af. Deze ook. Goed, en dan hebben we hier dus even kijken. We hebben hier een takje. En deze gaan we eerst van de onderkant even een beetje strippen. Zo. Dat al het groene mooi tevoorschijn komt. Zo. Zo. Dan hebben we een mooi punt. Wat we gaan doen, we gaan hier zo deze door de midden doen. Dit kan even een beetje lastig zijn. En doe dit voorzichtig. Niet dat je jezelf in je vinger jenst. Dat is niet helemaal de bedoeling. En de diepte van het snede moet ongeveer de diepte van dit ding zijn. Maar ietsjes. Klein beetje. Zo. Goed, en dan drukken we deze hierin. Zo. En wat we dan doen, dan pakken we een ijzerdraadje. En die maken we even een beetje op lengte. Zo. Dat is een idee. Doen we eromheen. Die draaien we er dan strak omheen. Dit kan ook met hoe heet dat? End tape. Maar als je het gewoon in de gaten houdt, dan kun je deze er gewoon afhalen wanneer het zover is. Wanneer dat nodig is. Niet laten zitten, dat is slecht voor de boom uiteraard. En zo kun je mooie enten maken. Dat is vrij simpel, maar heel erg effectief.
Zo word ik deze morgen wakker. Alles is wit. Het gaat vandaag veel sneeuwen. Ze zeggen dat er wel 10 centimeter kan komen. Dus toch maar eens even kijken of dat ook echt gebeurt. Nou, zoals je het wel kunt zien, is het winter. Licht sneeuw, maar het is alleen dit weekend helaas. Vandaag, morgen, maandag gaat het redelijk wat sneeuwen. Maar daarna is het gewoon weer plusgraden, dus dan is alles weer weg. Maar goed, wat we nu dus wel hebben, is dat 's nachts bevriest natuurlijk het water. Ja, dat is min 3, min 4. En dan heb ik een trucje. Ach, de schaapjes komen er alweer aan. Nee jongens, jullie krijgen geen eten. Een trucje voor de schaapjes, waardoor het water niet bevriest. Dat heb ik hier. En dit is een fles met water. En dan zul je wel bij jezelf denken van, oké, wat ga je daarmee doen? En dit is heel erg zout water. Hier zit ongeveer 15 gram zout in. Dat ga ik nu in de waterbak doen van de schapen. En wat zorgt er dan voor? Dit flesje blijft dus drijven. Er zit een beetje lucht in. Maar daarbij ook nog eens een keer zout water heeft het effect dat het drijft. Dus dat drijft op het water. En omdat het dus altijd ontdooid is, beweegt het. En door de beweging van het flesje en het water in het flesje zorgt het ervoor dat het water aan de oppervlakte niet bevriest. Dus dat gaan we doen. Nou, zoals je wel kunt zien, er zit natuurlijk een beetje lucht in, waardoor de onderkant naar boven toe gaat. Maar door dit zo erin te hangen, bevriest het niet zo snel. Iets minder snel als het natuurlijk min 20 is. Dan doet het natuurlijk wel. Maar zoals met deze temperaturen blijft het water mooi vorstvrij. Ideaal.